Het wisselkind, Keith Donahue, hoofdstuk 13. De rinkelende telefoon deed nog het meest denken aan een krankzinnig lied voordat iemand in het studentenhuis, godzijdank, zo vriendelijk was even op te nemen. Op die bewuste avond lag ik een paar deuren verder met een studente in bed en probeerde me te concentreren op haar naakte huid. Even later werd er op mijn deur geklopt. Vervolgens viel er een ongewone stilte en toen zwol het kloppen aan tot een donderend geraas waarmee het arme kind zo van schrok dat ze van me afgleed. Wat is er? Ik ben bezig. Heb je die stropdas aan de deurknop niet gezien? Henri D. De stem aan de andere kant van de deur kraakte en beefde. Je moeder is aan de lijn. Zeg maar dat ik er niet ben. De stem zakte een octaaf. Ik vind het heel naar voor je, Henri, maar je moet toch echt even komen. Ik trok een broek en een trui aan, deed de deur open en duwde de jongen opzij die naar de grond stond te staren. Dan mag dit wel een zaak van leven of dood zijn. Het ging over mijn vader. Mijn moeder vertelde over de auto op zo'n vanzelfsprekende toon dat ik in mijn schrik aannam dat het een ongeluk was geweest. Eenmaal thuis leerde ik stukje bij beetje het ware verhaal kennen, dankzij een woord hier en daar, opgetrokken wenkbrauwen, zinspelingen. Hij had zichzelf door het hoofd geschoten, in de auto, voor een verkeerslicht, op amper 4 straten afstand van mijn universiteit. Er was geen briefje gevonden, geen uitleg. Alleen mijn naam en het nummer van mijn kamer achterop een visitekaartje dat in een pakje met nog slechts 1 Camel was gestoken. In de dagen voor de begrafenis probeerde ik iets van die zelfmoord te begrijpen. Sinds die vreselijke ochtend waarop hij iets in de tuin had gezien, had hij steeds vaker naar de fles gegrepen. Maar ik heb altijd gemerkt dat alcoholisten de voorkeur geven aan een langdurige, langzame roes boven een snelle, onomkeerbare genadeklap. Het was niet de drank die hem had gedood. Het was iets anders. Misschien had hij zijn vermoedens, maar de waarheid over mij kan hij nooit hebben ontdekt. Ik was te voorzichtig, te gewiekst in mijn bedrog. Sinds ik was gaan studeren, had ik hem nog slechts een paar keer gezien. En tijdens die ontmoetingen had hij zich kil, afstandelijk en onverzettelijk getoond. Hij werd geplaagd door persoonlijke demonen, maar ik voelde geen medelijden. Met 1 kogel liet hij mijn moeder en zusjes in de steek, en dat heb ik hem nooit kunnen vergeven. In die paar dagen voor de begrafenis en tijdens de uitvaart zelf werd ik gesterkt in mijn overtuiging dat zijn egoïsme ons gezin tot op het bot had aangevreten. Mijn moeder, die eerder verward dan ontzet was, deed haar best alles zo goed mogelijk te regelen. Ze wist de plaatselijke pastoor ervan te overtuigen dat hij mijn vader, ondanks de zelfmoord, op het kerkhof naast de kerk moest begraven. De wekelijkse giften die ze al jaren deed, zullen hierbij zeker een rol hebben gespeeld. Het zat haar behoorlijk dwars dat een mis natuurlijk uitgesloten was. Maar gelukkig beschermde haar woede
Hij kreeg een andere emoties. De tweeling, inmiddels 14, was meer geneigd tot huilen. En in het uitvaartcentrum bogen de meisjes zich jammerend als twee witte wieven over de dichte kist. Ik zou geen traan om hem laten. Hij was per slot van rekening niet mijn vader en zijn dood viel op een bijzonder onhandig tijdstip. In het voorjaar van mijn tweede jaar aan de universiteit. Ik vervloekte het weer, mooie weer op de dag van zijn begrafenis. En het verbaasde me dat er zoveel mensen van heinde en verre waren gekomen om hun deelneming te betuigen. Zoals de gewoonte was in ons stadje, liepen we door Main Street van het uitvaartcentrum naar de kerk. Een fonkelnieuwe lijkwagen kroop voor ons uit. Een gevolg van meer dan 100 rouwenden volgde ons. Mijn moeder en zusjes en ik leidden de grimmige stoet. Wie zijn al die mensen? Fluisterde ik tegen mijn moeder. Ze keek recht voor zich uit en zei met luide, heldere stem: Je vader had veel vrienden uit het leger van zijn werk, mensen die hij ooit heeft geholpen. Je kent maar een deel van het verhaal. Er zit meer aan een zalm dan alleen de vin. In de schaduw van de jonge blaadjes begroeven we hem en bedekten hem met aarde. Roodborstjes en lijsters zaten te zingen in de struiken. Mijn moeder huilde niet achter haar zwarte sluier, maar stond onbewogen als een soldaat in het zonlicht. Toen ik haar daar zo zag staan, kon ik hem alleen maar haten omdat hij haar dit had aangedaan. Niet alleen haar, maar ook mijn zusjes, onze vrienden en familie, mij. We repten met geen woord over hem toen ik mijn moeder en zusjes naar ons huis reed, waar iedereen nog even bij elkaar zou komen. Vrouwen van de kerk verwelkomden ons met gedempte stemmen. Het huis was koeler en stiller dan in het holst van de nacht. Op de tafel in de eetkamer lagen de blijken van gemeenschapsgeest. Ovenschotels met pasta, varkensvlees in een deegjasje, koude gebraden kip, eiersalade, aardappelsalade, aspik met geraspte worteltjes en een stuk of 5-6 taarten. Op het dressoir stonden flessen water en mineraalwater naast de gin en whisky en rum en een emmer ijs. Het rook binnen naar de bloemen van de begrafenis. En het koffiezetapparaat pruttelde als een bezetene. Mijn moeder praatte met de buren, vroeg naar elk gerecht en deelde dankbare complimentjes uit aan degenen die iets hadden klaargemaakt. Mary zat aan het ene uiteinde van de bank pluisjes van haar rok te plukken. Elisabeth zat op de andere hoek en keek wie er allemaal binnenkwam. Een uur na onze thuiskomst verschenen de eerste bezoekers. Collega's van mijn vader, stijf en deftig, in hun goede pakken. Eén voor één drukten ze mijn moeder enveloppen met geld in de hand en omhelsten haar stuntelig. Mijn moeders vriend Charlie was uit Philadelphia hierheen gekomen, maar was te laat voor de begrafenis zelf. Hij keek me van opzij aan toen ik zijn hoed aannam
alsof ik een vreemde was. Een stel oude soldaten kwam langs, geesten uit een verleden dat verder niemand kende. Ze kropen bij elkaar in een hoek en treurden om de goede oude Billy. Ik kreeg er al snel genoeg van. De bijeenkomst deed me denken aan het samen zijn naar een recital, alleen somberder en zinlozer. Buiten op de veranda deed ik mijn zwarte jasje uit, maakte mijn das los en stond een tijdje met een rum cola in mijn hand. De groene bomen ritselden in het briesje dat af en toe opstak. En de zon verwarmde de voortkruipende middag. Binnen uiten de gasten gemompel dat even regelmatig aanzwol en afzwakte als het geluid van de zee. En af en toe herinnerde een snelle lach ons eraan dat niemand onvervangbaar is. Ik stak een kemmel op en staarde naar het jonge gras. Ze verscheen aan mijn zijde, geurend naar jasmijn. Haar parfum verraadde haar heimelijkheid. Een snelle, zijdelingse blik en een nog kortere glimlach. Daarna hervatten we beiden onze inspectie van het gazon en het donkere woud erachter. Haar zwarte jurk was afgezet met een wit kraagje en witte manchetten, want ze volgde de laatste mode. Een afgeleide van de haute couture waarin mevrouw Kennedy liep. Maar Tess Woodhouse wist die stijl na te doen zonder meteen bespottelijk te ogen. Misschien kwam het door haar ingetogen houding, daarbij de leuning van de veranda. Elk ander meisje van mijn leeftijd zou het nodig hebben gevonden iets te zeggen. Maar zij liet het aan mij over een gesprek te beginnen. Wat aardig dat je bent gekomen. Ik heb je niet meer gezien sinds de basisschool. Ik vind het zo erg voor je, Henri. Ik wierp mijn sigaret op het gazon en nipte aan mijn drankje. Ik ben een keer naar een recital van je geweest in de stad, zei ze. Een jaar of 4, 5 geleden. Na afloop was er een hoop gedoe met de een of de andere raaskallende vrouw in het rood. Weet je nog hoe aardig je vader tegen haar was? Alsof ze helemaal niet gek was, maar gewoon iemand wier geheugen haar parten speelde. Mijn pa zou waarschijnlijk hebben gezegd dat ze moest opdonderen. En mijn moeder zou haar vast een oplawaai hebben verkocht. Die avond had ik grote bewondering voor je vader. Ik kon me die vrouw in het rood nog herinneren, maar Tess niet. Ik had haar al tijden niet meer gezien of zelfs maar aan haar gedacht. In mijn herinnering was ze nog steeds een kleine wildebras. Ik zette mijn glas neer en vroeg haar met een wijds gebaar of ze wilde gaan zitten. Met ingetogen, gepaste elegantie nam ze naast me plaats, zodat onze knieën elkaar bijna raakten. En ik staarde haar als in trance aan. Zij was het meisje dat in de tweede in haar broek had geplast. Het meisje dat me in de zesde bij de 50 meter hardlopen had verslagen. Toen ik naar de openbare middelbare school in ons stadje was gegaan, had zij de bus gepakt naar de Roomse meisjesschool de andere kant op. In de tussenliggende jaren was ze uitgegroeid tot een schitterend jonge vrouw. Speel je nog steeds piano? Vroeg ze. Ik heb gehoord dat je in de grote stad studeert. Zit je op het conservatorium? Ik studeer compositie, zei ik tegen haar. Orkest en kamermuziek. Ik geef geen optredens meer.
heb me nooit op mijn gemak gevoeld ten overstaan van zoveel mensen. Wat doe jij? Oh, ik ben bijna klaar met mijn opleiding tot verpleegkundige. Maar ik zou graag doorleren voor sociaal werkster. Het hangt er allemaal van af. Waar hangt het van af? Ze wendde haar blik af en keek naar de deur. Van de vraag of ik wel of niet ga trouwen. Het hangt van mijn vriend af, denk ik. Je klinkt niet al te enthousiast. Ze boog zich naar me toe, haar gezicht op een paar centimeter afstand van het mijne, en zei zonder geluid te maken: ben ik ook niet. Hoezo niet? Fluisterde ik terug. Ze klaarde meteen op, alsof er achter haar ogen een lamp werd aangestoken. Ik wil nog zoveel doen. De behoeftigen helpen, de wereld zien, verliefd worden. Haar vriendje kwam haar zoeken. De hoordeur viel met een klap achter hem dicht. Hij grijnsde toen hij zag dat hij haar had gevonden. Maar hij had een verontrustend effect op me. Alsof ik hem lang geleden al eens had ontmoet, maar zijn gezicht niet kon thuisbrengen. Ik kon het gevoel dat we elkaar kenden niet van me afschudden. Maar hij woonde aan de andere kant van het stadje. Zijn verschijning joeg me angst aan, alsof ik een spook zag, een geest die uit de voorbije eeuw hierheen was gelokt. Tess kwam overeind en vlijde zich tegen hem aan. Hij stak een pootje uit en wachtte een tel tot ik hem de hand schudde. Brian Ungerland, zei hij, gecondoleerd. Ik mompelde een bedankje en hervatte mijn studie van het onveranderde gazon. De stem van Tess voerde me terug naar het hier en nu. Succes met je composities, Henri, zei ze. Ik zal in de platenzaak naar je uitkijken. Ze leidde Brian naar de deur. Het spijt me dat we onze vriendschap niet onder fijnere omstandigheden nieuw leven kon inblazen. Toen ze wegliepen, riep ik haar na. Ik hoop dat je krijgt wat je wilt, Tess, en dat je niet krijgt wat je niet wilt. Ze keek me over haar schouder glimlachend aan. Toen alle bezoekers waren vertrokken, kwam mijn moeder bij me op de veranda zitten. In de keuken stonden Mary en Elisabeth te prutsen met de afgedekte schotels en de lege glazen in de gootsteen. Tijdens die laatste ogenblikken op de dag van de begrafenis zagen we dat de kraaien zich voor het vallen van de avond in de toppen van de bomen verzamelden. Ze kwamen van mijlenver aangevlogen en beenden als priesters in soutanes over het gazon voordat ze naar de takken vlogen en niet langer te zien waren. Ik weet niet hoe ik het moet zien te redden, Henri. Ze zat in de schommelstoel en keek me niet aan. Ik nipte aan mijn volgende rum-cola. Op de achtergrond van mijn verbeelding was een klaaglied te horen. Toen ik geen antwoord gaf, slaakte ze een zucht. We hebben genoeg om rond te komen. Het huis is bijna afbetaald en we kunnen nog wel een tijdje vooruit met het spaargeld van je vader. Ik zal een baan moeten zoeken, maar God mag weten hoe. De tweeling kan helpen. De meisjes, die kunnen nog niet eens een glas water inschenken. Ik zou voortijdig sterven van de dorst. Ze veroorzaken tegenwoordig alleen maar problemen, Henri.
Ze ging sneller schommelen alsof haar opeens iets inviel. Het zal me al moeite genoeg kosten om te voorkomen dat die twee hun goede naam ter grabbel gooien. Ik dronk mijn glas leeg en viste een verfrommelde sigaret uit mijn zak. Ze wendde haar blik af. Misschien moet je maar een tijdje hier blijven, gewoon totdat ik de boel weer een beetje op orde heb. Wat denk je? Zou je kunnen blijven? Och, ik denk wel dat ik een weekje kan missen. Ze liep naar me toe en pakte mijn arm een beet. Henri, ik heb je nodig. Blijf een paar maanden. Dan kunnen we sparen. Dan kun je daarna teruggaan en je studie afmaken. Je bent nog jong. Een paar maanden lijkt misschien lang, maar dat is het niet. Mam, we zitten halverwege het semester. Dat weet ik, maar wil je bij je moeder blijven? Ze staarde me aan totdat ik knikte. Goed zo, jongen. Uiteindelijk bleef ik langer dan die paar maanden. Ik bleef een paar jaar. En mijn hele leven veranderde omdat ik met mijn opleiding was gestopt. Doorstuderen kon niet. Daar had mijn vader niet genoeg geld voor nagelaten. En mijn moeder had haar handen vol aan de meisjes die nog op de middelbare school zaten. Daarom zocht ik een baan. Mijn vriend Oscar Love, die net klaar was met zijn diensttijd bij de marine, had met zijn spaargeld en een hypotheek van de Farmers and Merchants een leeg winkelpand om de hoek van Linnean Street gekocht. Met behulp van zijn vader en broer verbouwde hij dat tot een kroeg met een podium waarop net een orkestje van 4 man paste. We brachten de piano uit het huis van mijn moeder daarheen en begonnen met een paar jongens uit de buurt een band. Jimmy Cummings op drums, George Knoll op bas of gitaar en we noemden onszelf de Coverboys, omdat we alleen maar covers speelden. Wanneer ik niet deed alsof ik Gene Pitney of Frankie Valli was, stond ik een paar avonden per week achter de bar. Dankzij de optredens in Oscars bar kwam ik het huis uit en met de paar extra dollars hielp ik ons gezin. Oude vrienden die kwamen kijken juichten het toe dat ik weer piano speelde, maar ik had de pest aan optreden. Tijdens dat eerste jaar dat ik weer thuis woonde, kwam Tess een paar keer langs, samen met Brian of een vriendin. Wanneer ik haar zag, moest ik denken aan de dromen die ik had opgeschort. Je was een en al geheimzinnigheid, zei Tess op een avond tussen de sets door, vroeger op de basisschool, alsof je heel anders was dan wij. Ik haalde mijn schouders op en speelde de eerste noten van Strangers in the Night. Lachend sloeg ze haar ogen ten hemel. Echt, Henri, je was een vreemde engel, afstandelijk. Je stond boven ons allemaal. O ja? Ik had in elk geval aardiger tegen jou kunnen zijn. O, toen nou. Ze was aangeschoten, lachte. Je bevond je altijd in een andere wereld. Haar vriendje wekte haar en ze was verdwenen. Ik miste haar.
Ze was zo ongeveer het enigste positieve aan mijn gedwongen terugkeer naar huis, mijn aarzelende hervatting van mijn spel. Later die avond moest ik op weg naar huis aan haar denken. Ik vroeg me af hoe serieus haar relatie was en hoe ik haar kon afpakken van die jongen met het gezicht dat ik eerder had gezien. Het werk als barkeeper en pianist hield me tot diep in de nacht. Mijn moeder en zusjes lagen al lang in bed en ik at om 3 uur 's nachts in mijn eentje een bord koud avondeten. Die nacht bewoog er iets in de tuin. Voor het keukenraam, de flits aan de andere kant van de ruit. Heel even zichtbaar. Deed denken aan een hoofd vol haar. Ik nam mijn bord mee naar de woonkamer en zette de televisie aan. The Third Man werd uitgezonden. Na de scène waar Holly Martins Harry Lime voor het eerst in de deuropening ziet staan, viel ik in mijn vaders stoel in slaap. Vlak voor zonsopgang werd ik wakker, zwetend en koud, doodsbenauwd dat ik terug was in het woud, te midden van die duivels.